They speak of it as though it exists. They say the light in Holland is something very special. They say it was perhaps the greatest source of inspiration for Dutch painters ever since the 17th century, the famous Dutch Golden Age. They say you can recognize these paintings by their light, a light that dominates the work of many painters, such as Ruisdael, Van Goyen, Koninck, Hague, Vermeer. It is even said that the quality of the light was really the most important of a painter's materials. Dutch light. But that famous Dutch light is said now to have disappeared. According to the German artist Joseph Beuys, Dutch light lost its special radiant character halfway through the 20th century, for good. Met de dichting van dit gat werd een nieuwe mijlpaal bereikt in de geschiedenis van de Zuiderzeewerken. Op de middag van de sluiting waren op de bijna voltooide dijk honderden arbeiders getuigen van de nieuwe overwinning die Nederland op het water behaalde. Om 1:06 was het zover. De arbeiders kwamen in beweging en baggerden elkaar door de vette klei tegemoet. De ring om oostelijk Flevoland was gesloten. Naar menselijke berekening zal de nieuwe polder er dan over enkele jaren net zo welvarend uitzien als de Wieringermeer en de Noordoostpolder. Joseph Beuys heeft in, ik meen, 1979 gezegd dat het Hollandse licht aan het verdwijnen is wegens de inpoldering van het IJsselmeer. Hij zag het IJsselmeer op zijn specifieke antroposofische manier, zag hij dat IJsselmeer als het oog van Holland. En dat oppervlakte van dat water, dat spiegelde, dat reflecteerde het licht. En dat maakte voor het specifieke eigene van wat dat licht hier in Holland was. En wegens de inpoldering beschouwde hij dat als een vorm van zelfverblinding en culturele degeneratie. Ongetwijfeld heeft hij gelijk. Thursday, October the 11th, afternoon. On top of the dike, on the edge of the IJsselmeer, a huge freshwater inland sea arm, that is the Zuiderzee, used to be part of the North Sea. It is now largely drained and reclaimed. This is our permanent observation point, a place we will keep returning to for 12 months, to watch the light. Er is wel een ander soort licht in Nederland dan in Italië bijvoorbeeld, dat weet ik zeker. Het is me ook wel eens opgevallen dat ik kwam uit Italië en dan kwam ik met het vliegtuig en dan Weet je, dan land je zo in Nederland. Weet je, dan heb je eigenlijk een vrij snelle overgang. Dan zit je al in de trein terug. In de buurt van Schiphol. En toen viel me opeens op dat alles zo gigantisch veel kleur had. Kijk, in Italië was het eigenlijk gewoon heel erg warm, heel erg zonnig. Er is zoveel zon dat alles eigenlijk verbleekt. Dat de kleur bijna uitgebleekt lijkt. Terwijl hier in Nederland is dat gewoon wat bedekter. En dan juist al die knalkleuren die springen zo naar voren dan. Dus misschien zou ik dan zeggen, ja, dat licht is er wel. Als ik aan Hollands licht denk en Hollands weer, dan denk ik aan die noordwestenstroming. Dat er van die buitjes binnenkomen met die felle opklaringen ertussendoor. Dat zou het voor mij zijn. Zoals nu zie ik eigenlijk helemaal geen Hollandse lucht. Ik zie wel een beetje blauw en ik zie een beetje wolken, maar het is niet dat felle, hè? Ik kan me niet voorstellen dat de inpoldering van de Zuiderzee een verschil zou kunnen maken als je dat vergelijkt met wat de zee is waar Nederland aan ligt. Het is een reflectie van licht, het is de wolken die binnenkomen, dat is allemaal een feit dat komt niet van de Zuiderzee, dat komt van de zee af. Hè? En we hebben dat lage land, in de polder hebben ze ook geen bergen, dus dat blijft dezelfde reflectie. En ik vind dat een prachtige uitspraak, maar als je erover nadenkt, klopt er niks van. Er is gewoon niks veranderd. Het belangrijkste verschil, denk ik, tussen Hollands licht en ander licht is water. Je hebt het horizontale water, het water wat het licht reflecteert, waar het als daar een dubbel landschap krijgt en ook dus een dubbele lichtbron. En water in de atmosfeer, water in de vorm van wolken, van kleine druppeltjes zonder dat er echt aparte wolken zijn. Dat kun je bijvoorbeeld vergelijken met het licht in een woestijn of zo. Dat is ook wel grijzig, blauwig en zo in de afstand, maar daar wordt het licht verstrooid door stofdeeltjes. The light that I saw in Flevoland was the light I found most characteristic of what people were talking about in Dutch light. And there I saw the sort of mist that would come up in the morning and then burn off. That was really beautiful because you'd have this softness and closeness of atmosphere and sky. And so that's really a beautiful, soft, almost loving light. Sunday. October the 14th, morning. If Joseph Beuys was right, we should now be looking at a different light, at least different to the light which those great painters used to see. Because of the draining of much of the IJsselmeer, the former Zuiderzee, Beuys believed that the light had changed forever, which, according to him, also brought a centuries-old tradition to an end. We sadly cannot directly compare the two lights. All we can do is look. Wat voor mij het kenmerk is van het Hollandse licht is het feit dat het steeds verandert. En dat heeft dan te maken met geografische condities. Dat heeft te maken met meteorologische condities. Natuurlijk, hè, de grote aanwezigheid van water, wat het licht diffuser maakt. De aanwezigheid van heel veel water, wat het licht reflecteert. Dat is zeker, op deze boot beleef ik dat dagelijks. Zie ik dat dagelijks. Het enige wat het oog begrijpt, dat is verschil. Verandering verhoogt het bewustzijn. Maar nog belangrijker is het feit dat schilders, die hebben dat bewustzijn van dat licht, hebben ze weergegeven. En dat hebben ze in die schilderijen weergegeven, bijna exclusief. Het feit dat Nederlanders veel aandacht hebben voor licht in hun schilderijen hangt denk ik voor een deel ook samen met het soort van onderwerpen wat ze schilderen. Maar wil niet zeggen dat ze alsmaar bezig zijn met iets wat wij nu Hollands licht noemen. Het zijn Hollanders die licht schilderen. To describe the light, you immediately revert to the countryside of which the light is part. I'm not quite sure whether I'm describing what I see in Holland or what I've seen Dutch painters paint of Holland. Immediately as one begins to describe it, one depends on the way one has seen it described in art. You cannot see the light, so you cannot paint it. We only see whatever is touched by the light, our visible world, and that you can paint. So if that's the case, what is then meant by Dutch light? Als dat licht er niet zo was geweest, waren die schilderijen ook niet zo geworden. Maar als dit een heel ander licht was geweest, dan hadden we ook heel andere schilderijen gezien. Maar iemand heeft ze wel uitgevonden. Wij blijven maar denken, dus omdat het precies zo nageschilderd is, is het zo geworden. Dat is niet waar. Het is natuurlijk toch een vertaling van iets. En de uitvinding ligt in die vertaling. En dat is op een manier gedaan die vruchtbaar bleek. Dus die is door anderen weer verder ontwikkeld. En dat heeft een hele hoge vlucht genomen. Je ziet deze heldere schilderijen. En dat is een typisch kenmerk wat je nooit ergens anders vindt. Die knallen van de muur af met een heel eenvoudig realistisch plaatje. Geen enkele moeilijke constructie, waar ik ook grote waardering voor heb voor de vroege Renaissance. Dat vind ik schitterend. Maar als je die twee naast elkaar hangt, dat zijn totaal verschillende dingen. En de uitvinding is de nederigheid eigenlijk ten opzichte van wat je waarneemt. En dat gewoon doen. Het grote geheim van de Nederlandse schilderkunst is dat ze een centrum kunnen bouwen waar een plek is die het allerlichtste moment geeft, dus het meest witte wit, en een plek waar het het donkerst is. Als je dat op de juiste manier in elkaar weet te zetten, dan krijgt dat schilderij die magie, die uitstraling. Tuesday, October the 23rd, morning. als je het dan over licht hebt, is het bijna meer een bepaald soort wit. Dat bedoelt het verschil tussen, als Piero della Francesca bijvoorbeeld een wolk schildert, is dat gewoon een uitgeknipte witte vlek. Terwijl als Van Goyen het doet, dan zit er een soort geel onder, weet je. En dan die wit, als die wolk, weet je, die is gewoon romig. En dat heeft met een soort van transparantie te maken. Als je bijvoorbeeld helemaal de Italianen bekijkt, dan heb je toch veel meer het gevoel dat ze veel meer een verhaal moeten vertellen. Dat ze narratief zijn. Dat je veel meer naar een soort van decor zit te kijken waar zich een verhaaltje in afspeelt. Terwijl je bij die Nederlanders veel meer het gevoel hebt dat je door het raam naar buiten kijkt. Friday, November the 2nd, late morning. You have a culture of printing, of map makers, and the pictures of the folk who are map makers, who are often depicted in 17th century maps, sitting up there at the top in a kind of emblem at the top, and you have a man with measuring things and such. Well, some people who were artists also went out there and were surveyors. And then you have the phenomenon in Holland of the 17th century, you might say, of artists who become map makers through being artists. A prime example would be the landscape painter Philips Koninck, whose paintings can be seen. They're almost the size of the grandest. They're huge, some of them. He does almost the big ones. And the big ones, first of all, in scale, are almost the size of the big wall maps that people in the Netherlands also, as we know from painters, hung on their walls. So you're hanging a Koninck on your wall, and it's a little bit, shall we say, except fancier in some ways, like hanging a map on a wall. In some landscape paintings, you almost think you can see not only the dome of the heaven, but even almost the curvature on the horizon, almost the curvature of the globe. Een van de schilders die op een fantastische manier met dat licht speelt, is Philips Koninck. Hij gebruikt het licht en de schaduw om de ruimte tot in het absurde op te rekken. En dat doet hij eigenlijk door voortdurend donker voor licht te zetten, licht voor donker, donker voor licht, licht voor donker. Dat kun je prachtig zien. Hier, bijvoorbeeld, hij geeft dit mannetje hier een donker kostuum aan voor die wat lichtere achtergrond. Maar deze vrouw hier, deze figuren, steken licht af tegen donker. Hij laat deze lichte paarden tegen de silhouetten van donkere paarden afsteken. Nou, die truc past hij vervolgens in die grote ruimte die hierachter volgt toe. Hij zet deze bomen donker voor dit lichte weiland in de verte. Hij zet bijvoorbeeld zo'n gebouw licht tegen een donkere achtergrond van geboomte. Diezelfde truc herhaalt hij hier nog eens een keer. En dat gaat door tot in de verste verte. Op die manier krijg je een ruimte zoals je die eigenlijk, als je in de trein zit, niet ziet. Als je op een heuvel staat, kun je hem wel eens zien. Je ziet hem ook wel eens als je op Schiphol landt met een vliegtuig. Maar eigenlijk is het een puur kunstmatige ruimte waarin het licht gebruikt wordt om die ruimte te creëren. We're looking at the facsimile of a little book of drawings that Jan van Goyen took when he went walking. Think of the whole landscape put into this small compass. It's extraordinary how one gets a sense of a huge spread of land under a huge sky without a cloud noted down, without any space to put it in, all on the pages of an extremely small notebook. And somehow it doesn't look funny. You just look at it and think, yes, these are two separate views of a landscape in strips. They look rather similar one to the other. So it's a demonstration of the complex overlap between observation and art that is at the root of the phenomenon we're talking about, Dutch landscape, Dutch light. Bij Paulus Pot heb je vaak een heel scherp licht. Bij Vergooien is het gedempt. Bij Vermeer hangt het in de ruimte. Bij Cuyp is het gekleurd. Dus iedereen had daar zijn eigen recept, of een variant op de recepten die ontwikkeld waren in, zeg maar, in het veld van Nederlandse schilders over het geheel gezien. Hè? En men keek natuurlijk naar mekaars werk en men pikte daar dingen van op. Maar ik denk dat men meer naar schilderijen keek dan naar de natuur. De natuur is zo'n volstrekte chaos. Wil je daar een ordening in brengen via een schilderij, dan kun je beter naar schilderkunstige oplossingen zoeken bij anderen dan dat je dat uit de natuur probeert te halen. Saturday, November the 10th, afternoon. Er zijn in de 17e eeuw 5 miljoen schilderijen gemaakt. En minstens 1,5 miljoen daarvan of meer tonen landschappen. Die landschappen zijn over de hele wereld verspreid. Die zijn naar allerlei collecties gegaan. Het beeld van wat de buitenlander had van Holland was in hoge mate bepaald door die landschappen. En als in die landschappen schilders vooral van atmosferische middelen gebruik maken om ruimte te creëren, krijg je al gauw de mythe van een Hollands licht, wat bepaald wordt door een bepaalde constellatie van de atmosfeer. If the myth of Dutch light started, it must have started back in the 19th century. Because it was only then that people started to write about it for the first time. According to the French author Mirbeau, the real Holland, the eternal pearl-grey land, started here, about 40 kilometres north of the Belgian border, near the city of Dordrecht, where Europe's great rivers come together and the real watery countryside starts. But he did not write where it stopped. He did write that to him, the real Holland was a land of water and air. In 1861, the French brother authors de Goncourt noted down in their diaries, "The sky always carries those white leaden clouds, the round clouds of Ruisdael." Die 19e eeuwers die kwamen hierheen omdat juist in de 19e eeuwse Franse schilderkunst vooral het denken in tonen heel sterk was geworden. Hè? En dat komt het meest overeen met het Hollandse licht. Maar dat is weer omdat in de Hollandse schilderkunst, waar ook hun ogen aan getraind waren, de kleur in het algemeen onderdrukt wordt ten gunste van het licht. The German painter Max Liebermann wrote, "The misty air that comes off the water embraces all with its transparent veil and gives the land that special picturesque touch. The damp atmosphere softens the hard contours and gives the air a gentle silver-grey tone. Everything seems to be bathed in light and air." Die manier van kijken, die ook de schilders die naar ons land toe kwamen, ja, die zochten ze eigenlijk toen ze hierheen kwamen. Ze gingen zien wat ze hier verwachten. En wat ze niet verwachten, daar keken ze niet naar. Dutch light attracted many foreign painters to the city of Dordrecht, hoping to find that specific light that had made the 17th century painter Aelbert Cuyp so famous. Nou, Dordrecht was inderdaad een bedevaart. Ja, dat was lange tijd dankzij Cuyp. Waarom weet ik niet, maar met name met de Engelsen was Cuyp heel geliefd. En ze kwamen hier. Het krankzinnige is dus dat Aelbert Cuyp, die zat in Dordrecht en die heeft dus bij uitstek dat Italiaanse licht geschilderd, terwijl hij nooit in Italië is geweest. Hij heeft dat heeft hij van andere schilders gezien. En dan, ja, dan krijg je weer een soort eerste klas voorbeeld van mythevorming. Dat Turner op zijn doorreis door Europa, terug van Italië en Zwitserland, dat hij speciale wallplaces in Dordrecht stopt. Om te zien wat Cuyp dan had gezien. Terwijl Cuyp wat hij heeft geschilderd nooit in Dordrecht heeft gezien. Turner, Manet, Whistler, Daubigny, Monet and more came here on a cultural pilgrimage to paint. Each in his own way, from his own perspective. But did they catch that Dutch light? Ik vind het een bonbondoos als Monet het Hollands licht schildert. Het zijn mooie schilderijtjes, die Zaanse Schansen zo, maar het is toch allemaal roze, lichtgroen. Dat is toch iets anders dan wat de Nederlanders in hun kop hadden. Nee. Het waren schitterend schilderijtjes, maar ze zijn wel van oma. Wednesday, November the 14th. Afternoon. We cannot watch the sky enough. All we need comes from there. Air and light are the magicians. The words of the 19th century painter Jan Hendrik Weissenbruch. They were also called painters of the grey light, from the 19th century Hague School. Die schilders, met name in de 19e eeuw, die hebben dat bewustzijn van dat licht, hebben ze meegenomen. En dat manifesteert zich dus op de meest prachtige uiteenlopende manieren. Maar tegelijkertijd, omdat het schilders zijn, het zit verankerd in die verf. Het is niet meer dan die prachtige eenvoud van de middelen. Dat het niet meer is dan verf op linnen. En het is één geest, of als je wil een bezielde geest, die dat vorm heeft gegeven. Voor mij ligt de crux, echt het hart, de kern van de Haagse School ligt bij Weissenbruch. Omdat hij alle aandacht, alle focus, zijn totale bezieling ligt in dat weergeven van dat licht. De verstedelijking van Den Haag rond 1870, dat was voor hem een gruwel. Hij zag als het ware zijn stad kapot gaan en hij zocht hij zocht de ongerepte natuur. En daarom dat hij ook naar dat soort niemandsland, wat het ook letterlijk en figuurlijk was, van Nieuwkoop. Daar was dus niets. Dat was een soort sompige, drassige Hollandse oersoep. Zo'n waterplas heeft het maar goed. Die golft maar en weerspiegelt de wolken. Is aldoor anders en blijft toch gelijk. Heeft nergens last van. En dan een ander. Ja, ik kan veel voorlezen, maar dit zijn de twee hele mooie. En de zon gaat erop en onder en schijnt laag en hoog en weer laag. En het eindeloze gebied is eindeloos hetzelfde en geen ogenblik gelijk. Zoals Nescio het hier beschrijft, dat is dus ook wat Weissenbruch geschilderd heeft, alweer. Iedere keer het water, iedere keer de wolken, iedere keer de lucht. Altijd hetzelfde en altijd anders, of omgekeerd. Besides his sketches made outdoors, the painter Willem Roelofs noted how the weather and the light behaved to help him capture the light's effects. sunny, grey, cloudy, wet, misty. Nothing can be as unsettled as Dutch weather, able to deliver four seasons in one day. But what kind of weather determines that bright Dutch light Joseph Beuys spoke about? When do you see it? En waar? Het is een beetje associatief als je denkt aan Hollands licht. En als ik dat associeer, dan doe ik dat met die noordwestenstroming, met die cumuluswolken tegen de lucht. En vooral, en dat is het belangrijkste, tot aan de horizon. Ik zie het Hollands licht als ik aan het strand zit, op de Schelling. Ik zie het als ik door de polder rijd. Maar ik zie het niet als ik in Amsterdam ben, want dan zijn de gebouwen te hoog. Zodra je de horizon gaat afsnijden, en dat is typisch Nederlands dat dat niet gebeurt, dan zie ik iets waarvan ik denk, hé, dat is bijzonder. En ik denk dat die kerels dat van vroeger ook hebben gezien. In 1869, the French philosopher Taine wrote, "The Dutch flat horizon has in fact but little to offer. Softly contoured, fuzzy and vague from the eternal damp, which always floats in the air. Seeing means seeing nuances. We are surprised by the different brightness and various intensity of colours." To him, the Dutch landscape was a delight to the eye. Hier is iets speciaals aan de hand met ons landschap. Het is eigenlijk heel saai. Het is eentonig, het is ook donker. En dat betekent dat je blik toch naar de horizon wordt getrokken. En dan zie je op de horizon een hele scherpe lijn. En daar krijg je dat al die wolken een beetje in elkaar schuiven. Het zijn eigenlijk die laatste paar graden boven de horizon die het hem doen. En dat is volgens mij eigenlijk het geheim van het Hollands licht. Dat we de horizon zien. Van de Côte d'Azur zeggen ze dat er blauwe hemels zijn. Maar het is niet dat felblauwe zoals dat bij ons is. En wat trouwens in Noorwegen nog sterker is. Daar heb je blauwe luchten die echt blauw zijn. En het is daar, als je naar de subtropen gaat, altijd een beetje slap. Dutch light, Belgian light, French light, American light. Light certainly does not stop at national borders. And still, it is different. In each region, in every spot. Well, I think it's the beautiful lights you got in Denmark because you got flat country like Holland. You can see more. Something like if you take the difference between Denmark and Holland and then Spain. If you take Spain in the big cities, you can't see anything because it's all built that high. You can't see any contrast between the air and the earth. En España, el sol es más vivo y el cielo más azul. Más vivo, más azul. Y las mañanas amanece antes aquí que en España. en tant que conducteur routier que je compare l'Espagne avec la Hollande. C'est sûr que si je compare mon pays, qui est la Bretagne, par rapport à la Belgique ou la Hollande, ça reflète à peu près le même truc. Hein. Là, c'est sûr que là, bien que la Bretagne, question de paysage, est beaucoup plus beau qu'ici. Ici, c'est vague. On a vu un coin de la Hollande, on a tout vu. Hein. It's a lot brighter here than it is in England. Like the sun, everything's better here. Nee, want ik ben zelf kleurblind en ja, al het licht is voor mij bijna hetzelfde voor mij. Maar ik trek zelf wel eens kleurcombinaties aan. Mijn vrouw die schrikt er gewoon van wat ik aan heb. South of France, the Provence. In May 1888, Vincent van Gogh wrote in a letter to his brother Theo, "In terms of character, many motifs here are surely the same as in Holland. It is the colour that makes the difference. Wherever the sun is burning, you see those sulphurous colours. What greens and blues!" Van Gogh's letters reveal to us how much he understood the differences in the lights of southern France and Holland. Grey dominating the north, bright light and vivid colours in the south. A landscape which, according to him, could never have been painted with the grey palette of the Hague School. Now that I have seen the light here, I know how important it is for me to stay in the south and to understand how I should intensify the colours. We are looking at the light in the south of France. We have discovered that it is different. The same sun, but a different light, which is related not only to the atmosphere, the weather, or the position of the sun, but also to nearby urbanization, landscape, and colors. Ils ne sont jamais, et personne arrive à reproduire la couleur de l'olivier. On peut la prendre sous toutes les coutures, sous tous les temps, soleil, le temps clair. Nuageux, avec du vent, sans le vent, on n'arrivera jamais à reproduire la couleur exacte de l'olivier. Saturday, January the 5th, late afternoon. Sunday, January the 6th, morning. Monday, January the 7th, evening. Hossein, Haia, Shadandine, Nehoji, Haia would be right when the sun comes up. Hossein is like way, you know, when this bird you see it like just a glare. That's what, you know, it's basically that's what it is. And like Haia also means like sun's hitting these rock formation like as we see in the background. That means, you know, like very bright when the sun's really up. Everything's so clear and so crystal that, you know, it's just awesome. From here you can see about over 200 miles, you know, maximum 300. From here we're in Arizona. You can go over to Colorado, the Ring of Mountains. You can see that all that way in the back areas. Light is actually life. It gives you know, everything in life. It wakes everything in life up, like plants, herbs, birds, animals. You know, it goes by the, you know, if the sun doesn't come up, you know, everybody will stay asleep for a long time. You know, that's in our culture. That's what it means. It's going to be a bright, bright, bright sunshiny day. Highs of 84 in Flagstaff, 102 Cottonwood, 90 in Prescott. Clear skies and mild tonight. Sunny and warm again for tomorrow. Right now it's 85 in Prescott, 97 in Cottonwood, and 81 in Flagstaff with another 10 songs in a row. Northern Arizona's new country leader. From the outskirts of Europe to the USA, Arizona, the Painted Desert, searching for different light. Each place is really identified by a light. The light here is unique also. You get this very crisp light in the winter that's this hard, raking light that identifies everything, reveals everything. But light also obscures. If you think of the light that happens during the day, it lights the atmosphere and we can't see through it. So light not only reveals, but it obscures. And I'm interested in a situation where light becomes a revelation. So you're looking at light itself. You cannot see light, nor touch it. But the feeling that you can almost touch it, that you can see it, is what James Turrell's work is all about. Here, in the middle of the desert, in the crater of a volcano, the artist has already spent 20 years on his observatory for the naked eye. Rodin Crater, a place where light itself is the subject. This is a stage set you see here of this situation of the Painted Desert. And in this kind of setting of geologic time, I want to make spaces that play the music of the spheres and light. A lot of my work really is about bringing the sky that always looks to be somewhere out there in closer contact. And also to make physical this light, to actually make it like something felt. And one of the things I want to do here is also to bring this light of different objects, the moon and different planets and starlight, down into the spaces where you are. So literally going down this tunnel, 120 feet underground, you see this image of the moon, 10 foot in diameter. This discovery becomes yours. Rather than it being sort of a journal of my seeing, it can really make you understand how you see. First of all, there's no image. Secondly, there's no object, because in a way, you're looking between objects. And so you're looking at this objectification of light or space. And then there's really no particular place of focus. So if you have no image and no object and no focus, what do you have left? That's an interesting question. The observatory is not yet finished, but it is okay to have a look at it. Lying, staring at the infinite blue, which comes closer and closer. It's a different kind of seeing that happens here with this red and blue, and particularly this such long distance vision. Now what happens when you get into Holland, you have this kind of grayness that, with this green underneath, and you'll notice that if you even come into a fog, your periphery is, the vision on the periphery is taken away, and you almost tunnel down. In fact, it can happen very much with lights, when you see lights through the fog. And this actually takes you to some point. It's very interesting, and you'll see many of the things, whether it's with Vermeer or even with Rembrandt, you're taken to this area. The flatness of Holland really helps. Sunday, February the 3rd. Light can be beautiful or special anywhere. It's just that it is not painted everywhere. So light has become part of Dutch culture. Or the other way around, culture is partly determined by the light. Joseph Beuys said that the Dutch, in fact, had but one sense: vision. One has maps, one has microscopes, one has all kinds of visual registration of the world as seen. So it's trusting to sight, at the same time that you realize that sight is artificial. That's the trick. You have to know that what you see isn't really what's there, but your eyes are in fact making what you see in a certain way, and the Dutch got onto that. Art in Europe in the 15th century, North and South, Italy and the North, is concerned with light. But a distinction has been made, and a just one, between a concern with ambient light, with light as it strikes and helps you understand bodies in space. This table or whatever I'm leaning on, standing here in a room, that. And light which is touching surfaces, reflecting off them, revealing texture. Van Eyck is a man of surface. If you try to find the body under the Virgin's drapery, there's peculiarly nothing there. Totally unconvincing. But those materials, his eyeglasses, the reflection sheen off armor is absolutely extraordinary. So that is an example of an obsession, really, with the activity of light, actually with light rays as they strike and bend, even as they do when they hit the eye. Er is over licht in die tijd heel veel gespeculeerd. Descartes dacht dat het een soort schokgolf was. Iets wat door een soort contact met hier en een afstand tot stand kwam. Newton dacht dat het deeltjes waren. En Huygens dacht dat het een golfverschijnsel was. En Huygens heeft kunnen laten zien, door laboratoriumproeven, dat licht inderdaad golfeigenschappen heeft. Huygens' theorie is dus heel erg belangrijk geweest voor het begrijpen van wat is dat nou, dat licht? Wat doet dat precies? Hoe gedraagt het zich? Ik denk dat die parallel tussen de kunst en de wetenschap wat het licht betreft in die 17e eeuw was dat het zo spannend was om daar nou eens je tanden in te zetten. En natuurkundig gezien, wat is licht? Wat doet het? En hoe gedraagt het zich? Kunnen we dat in het laboratorium of althans binnen je kamer reproduceren? En in de kunst kun je het vangen. Kun je het zodanig pakken dat je denkt van ja, daar heb ik iets in mijn vingers. Ja, er werd wel eens gezegd toen al dat de Hollanders een soort hersens hadden en daardoor dus een soort ogen en een soort van geduld wat erop gericht was om de werkelijkheid weer te geven. Weken hersenen, dat kwam dat we veel vis en groente aten enzovoort. Er was een hele theorie over toen al. Terwijl de Italianen hardere en drogere hersenen hebben. En dus de Hollander werd gezien als de beste imitator van de werkelijkheid. En daarin speelt licht een rol. Je hebt het kijken, je hebt de verf en die transformatie die dan ontstaat. Dat is de Hollandse schilderkunst volgens mij. Terwijl je bij die Duitsers zit altijd weer een geschiedenis in de weg. Weet je, bij de Italianen een verhaal. En bij die Spanjaarden is er een soort van een gemoedstoestand. Weet je, een soort van... En wij hebben alleen het kijken. Er zijn maar weinig schilders in de 17e eeuw die het licht schilderen zodat het werkelijk wordt. Meestal zit het licht erop geplakt, bij wijze van spreken. En de loop, volgens mij is zo Rembrandt, Karel Fabritius, Vermeer. Dat zijn de drie schilders die daarin slaagden. En Vermeer voert dat tot het hoogste op. Mede doordat hij het licht laat spelen in die hele eenvoudige blokkendozen waarin hij zijn figuren en zijn objecten plaatst. En je ziet daar een ongelooflijk geraffineerd spel van reflexlichten en een licht wat de ruimte geheel vult. Het schilderij als venster naar een geschilderde werkelijkheid. Die zo overtuigend was dat men in de 17e eeuw zei, ja, alleen het geluid ontbreekt nog. Nou, het gezicht op Delft is naar mijn idee het mooiste landschap in de westerse cultuur ooit geschilderd. En dan kan je zeggen, ja, het plekje bestond. Maar zoals ik uitgelegd heb, is het niet omdat dat plekje bestond, maar dat is de visie van Vermeer op hoe een schilderij van dat plekje eruit zou moeten zien. En dat is meesterlijk geschilderd, maar het is ook meesterlijk gezien. En het is glashelder geworden. Het parelt aan alle kanten. En het is briljant, het is schitterend van compositie, het is echt meeslepend, het is een meesterwerk. The landscape changes the light. Light changes the landscape. It is the horizon that creates the stability, the frame. De schilderijen zijn weliswaar geworden mede door dat licht en door dit landschap en die lage horizon. Vergeet die niet, die sluiten we de hele tijd uit. Maar het idee om de horizon van boven naar beneden te brengen, dus te verlagen, dat lage standpunt in te nemen, dat is heel uniek en ook typisch Nederlands. En dat heeft dat landschap in zich. Monday, April the 1st, early morning. Als ik het over de horizon heb en over de helderheid, dan heb ik het over de vroege landschapsschilders, dan heb ik het over Vermeer, maar dan heb ik het ook over Mondriaan. Dat is precies hetzelfde. Dat is ook de horizon en de helderheid. Ik vind dus Mondriaan voor mij de ultieme vertegenwoordiger van de Nederlandse schilderkunst. Net zoveel als Vermeer. Ik zie het verschil niet eens. Vermeer is in zekere zin net zo helder en hard als Mondriaan. En als je die laatste schilderij, die latere schilderij van Mondriaan, met dat keiharde levendigheid van die witte achtergrond, hoe daar de kleuren doorheen parelen. Een nieuw bewustzijn van hoe de wereld in elkaar zit. Wat mogelijk is door bezieling, door passie, door bevlogenheid, door van de pot gerukt zijn. Op het meest goedkope papier heeft hij met een aantal houtskoollijntjes en niet meer dan wat beetje witte dekverf alles van dat leven, van die trilling, van die vibratie, van dat licht heeft hij weergegeven. In die Pure Notion zie je het als een soort skelet, als een armatuur. dat vasthouden van die bewegelijkheid van het licht. Het is objectief, het is subjectief, het is persoonlijk, het is universeel, het is realistisch en het is al abstract. Monday, April the 15th, midday. The brothers de Goncourt described Holland as a country risen from the water, a country at anchor, where sunlight seems to be filtered by a carafe of salty water. There is always the water. Voor mij is dat water dat samenkomen van het licht wat van boven komt, wat zich spiegelt, wat zich reflecteert, wat zich versterkt. En de eindeloze bewegelijkheid en verandering daarvan. Ik ervaar het hier op de woonboot met die aanwezigheid van dat licht wat gereflecteerd wordt vanaf het water. Dat licht dat heeft hier een aanwezigheid of een volume wat de mensen in een straat verderop heel eenvoudig niet hebben. Without water, there could be no Dutch light. Joseph Beuys saw the IJsselmeer as one very large reflecting mirror. So the smaller the reflecting surface, the less bright Dutch light. Of inpolderen het licht verandert, dat lijkt mij niet eens een onderzoeksvraag, want dat is een uitgemaakte zaak. Je hebt geen weerkaatsing aan een ingepolderd landschap. Ja, wat slootjes en wat plasjes en dat soort dingen meer. Maar zo'n enorme uitgestrekte watervlakte en zo, daar heb je dat niet. Dus dat is gewoon anders. IJsselmeer doet meestal verschrikkelijk weinig hoor, met meteorologie. Dat is ook wel bewezen. Ze hebben alles geprobeerd aan te tonen toen het zaakje werd ingepolderd en er gebeurde helemaal niks. En ik kan me niet voorstellen dat Hollands licht nou het enige is wat nou wel wordt beïnvloed door die inpolderij. What is true? What is myth? What can actually be measured? Dit is Holland laboratoriumland. En dit is ons model voor een waterdruppel. Laten we eens kijken wat er gebeurt als zo'n waterdruppel in een wolk in het zonlicht komt. Dan weerkaatst die druppel het zonlicht en dat maakt de wolk wit. En het licht van die witte wolk weerkaatst weer in andere richtingen. Ik heb hier een beker vol met piepkleine bolletjes die ieder voor zich het licht verstrooien. En die bolletjes gaan in de atmosfeer. En in die atmosfeer verspreiden ze zich als waterdruppeltjes die het licht verstrooien. Mijn hand is de wind die die waterdruppeltjes verspreidt, zodat we een Hollandse, dampige atmosfeer krijgen. Het water in het Hollandse landschap is er in twee vormen. In de vorm van die kleine druppeltjes die het zonlicht verstrooien in die zompige atmosfeer. en als oppervlaktewater. Dit is het grootste weerspiegelende wateroppervlak, het IJsselmeer. En ik ga nu het IJsselmeer in dit laboratoriumlandschap leggen. En we gaan kijken hoeveel verschil het maakt of het licht weerkaatst van het land of van het water. Alles in het Hollands Lichtlaboratorium is nu op zijn plaats. De verstrooiende atmosfeer met kleine waterdruppeltjes, daaronder het weerspiegelende IJsselmeer. We hebben nu alleen nog maar het derde ingrediënt nodig, de zon. Het licht van de zon gaat door het landschap en weerkaatst bijna niet. Als het de oever van het IJsselmeer overgaat, zien we een felle weerkaatsing. En aan de andere kant van het water weer niet. Dat weerkaatste licht kan tweemaal gebruikt worden, want het kan weerkaatsen tegen de onderkant van dikke wolken die daarboven zouden kunnen zweven. Bij het land heb je dat niet. Dat zal zeker een van de grote verschillen zijn tussen Hollands licht en ander licht. We hebben een recept voor Hollands licht, de verstrooiing, de weerkaatsing en het zonlicht. Maar er is geen getal voor. En het belangrijkste is, als je kijkt naar een wolk in tegenlicht, ziet die wolk er heel anders uit dan wanneer je hem van opzij bekijkt. En dat is misschien wel het belangrijkste. Ook de plaats van de beschouwer speelt een rol in het Hollandse licht. Wednesday, May the 1st. Less water means less reflection, means a different light. The horizon too is important, a free, uncluttered horizon. The more visual interference, the less one will think of Dutch light. If the light in Holland has truly changed, what does it mean to contemporary painting? Is it still inspired by light? Does Dutch light still play a role? Bestaat nog steeds dat licht. Het bestaat op de schilderijen, de 17e eeuw. En omdat wij, of er zijn gewoon kunstenaars nu die dat dusdanig herkennen. En het gewoon, het zit bijna in hun genen, weet je. Ze kunnen het meenemen in hun systeem. Dus ze kunnen dat net zo goed nu nog zo schilderen. Je hebt bepaalde elementen uit het landschap, bijvoorbeeld een boom, een weggetje, een wolkenpartij, die ik gebruik in mijn werk. Maar het zijn van die dingen die ik steeds op een andere plek kan zetten, waardoor ik dat landschap eigenlijk steeds opnieuw kan maken. Als ik naar mijn eigen dingen kijk, dat is, het interessante is dat je dus altijd weer een vertaling krijgt waar je dus dat niet in herkent. Dat is het geheim, want anders zou je namelijk zeggen, oké, nou weten we hoe het is, kat en bakkie, klaar. Maar dat is niet zo. Dat vermomt zich. En die uitvinding moet iedere keer opnieuw door iemand gedaan worden. Op een hele individuele manier wordt die vraag van wat doe ik en hoe ga ik daarmee om, dat hoe, daar vermomt dat wat zich en dan zie je dat op een andere manier. When Mondriaan starts to produce his works, his drawings, and then his paintings, and Dibbets does his photographs, they are benefiting from and trusting to a capacity for representing light, which is in the tradition of their country. Dat bewustzijn van dat licht en hoe zich dat in het werk vertaalt. Nogmaals, iedere kunstenaar doet dat op zijn eigen manier. Maar ja, je intuïtie, en dat is toch maar het hoogste goed wat je hebt, dat is je intuïtie. Ja, veel meer heb je niet. Dan dankzij die intuïtie herken je het. Ik heb het een aantal keren gezien met helder weer. Dan is net alsof tussen hier en daar alsof dat licht een substantie is. Monday, September the 2nd, morning. Back to the dike. We believe that the special thing about Dutch light is not the specific brightness Joseph Beuys talked about, but its constant changing. Thanks to the wind and the clouds, and of course the water. As though everything is always on the move. Je kunt je afvragen of het werkelijk bestaat. Dat soort licht. Ik denk dat het met andere factoren te maken heeft dan misschien wel het licht zoals het in Nederland is. Het heeft veel meer te maken met, denk ik, met de schilderkunst. October the 4th. Je zou kunnen zeggen dat het Hollandse licht eigenlijk een beetje zich terug heeft moeten trekken door de bebouwing. Omdat het tussen onze oren zit. October the 5th. Het hele IJsselmeer is natuurlijk niet verdwenen. Dat is niet één betonvlakte geworden, al wordt daaraan gewerkt. Dus het is er nog wel. Je herkent het ook als zodanig. Maar dat het anders is, dat zal wel. Maar ja, we hebben geen 17e eeuwse ogen meer. October the 6th. Hoezo traditie van het zien? Allemaal onzin. Omdat namelijk die schilderijen in de 17e eeuw... die zijn niet in de eerste plaats de vrucht van zien... maar van een zich geleidelijk ontwikkelende kennis... van bepaalde effecten die, als je die toepast... de werking van het schilderij versterken. October the 7th. The artists are not... just observing what's out there, they're observing previous artists' view of what's out there. So in a sense, you can't destroy Dutch light because it's there in the painting. October the 8th. Die vermomming vindt constant plaats en daardoor wordt het steeds moeilijker voor iemand om dat vandaag de dag direct te onderkennen. October the 9th. We set the limits. There are limits and we make them. If we make them, we can change the limits. October the 10th. Dat licht is tegelijkertijd ruimte. Dat is die expansie. Dat is die adem. Het is zuurstof. Friday, October the 11th, afternoon. We remember the Dutch author, Nescio, who wrote, "It was as though it was last year, or a year later." We take a look at the light one more time. Dutch light. Always the same, and yet always different.